Jullie kennen hem denk ik nog wel, deze herinneren. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer zaterdag 9 januari en we leven om 17 minuten over 2. Ja, er staat een ouderwetse vuilniswagen. Nou ja, ouderwets, dat heet ouderwets. Jullie kennen hem denk ik nog wel, deze herinneren. Dat is die waar de vuilniszakken nog in gingen, dat ze nog geen containers bij de deur hadden. En gingen de vuil, dan zet je een vuilniszak bij de weg en die werden er dan in gegooid. Maar nu, deze is voor de kerstbomen. Ja, de kerstbomen eindelijk uit de gemeentetuin weg, want die waren allemaal naast mijn huis, dus de gemeentetuin, waren ze er allemaal in gegooid. Nou ja, denk ik ook. Wat is er niet? Dat is een bergplaats voor kerstbomen. He, voorheen werden de kerstbomen verzameld wanneer die wagen pas kwam. Dan werden die bomen allemaal naar één punt verzameld. Ik was ook altijd hier hoor, daar niet van, maar in ieder geval. Ik zal zo ook met de hondjes zat, maar ik moet hier zelf even het kleine kamertje voordat ik dat doe. Mijn rollator staat al wel klaar en ik ga vandaag met een boom beginnen weg te halen, tenminste licht te halen. Als die wegkomt, dat is vraag 2. Morgen ook nog een dag. Doe rustig aan. Geen haan die naar me kraait. Ik zou ook niet weten dat ik visite zou krijgen, dus. En de kraai kunnen ze mooi helpen. Ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik maak het nou niet belangrijk, want ik moet het zelf ook heel erg nodig. Ik kom later wel weer terug en ik laat jullie natuurlijk eventjes meegenieten dat ik hem weer aftuig, hè. Ja, dat klinkt eruit, et cetera. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, het wordt alweer donkertjes, maar ik ben ook alweer wel met de boom bezig, hè. Ja, ik moet denk ik daar de stekker er nog in doen, vind ik. Maar ja, dat komt zo wel. De boomverlichting brandt wel, maar hij is al aardig licht qua slingers. Ja, dat heb ik op de grond neergelegd. Ik zou jullie het laten zien als ik begon, maar ik ben dat even vergeten vanwege dat ik eerst een telefoongesprek had met een paar. Dus ja, dan staat je hoofd er even naar andere dingen. En ik ben gewoon zo begonnen. Ik denk, ja, maar ik ga nou eerst even naar de koffie en dan zet ik jullie neer. En dan kunnen jullie eventjes nog meekijken met de rest. Ja toch? Ik ga eerst mijn koffie drinken en dan kom ik retour. Tot zo! Zo, en dan gaan we weer verder. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee hoe we dat doen.
lieve vrienden. Geen te komen. Maar deze slinger, dat zit dus onder boven, onder het elektrische. Oh, de vogeltjes. Oh, dat moeten jullie ook zien. Dat moeten jullie ook zien. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Kijk dan. Prachtig. Zien jullie dat? Ik draai jullie even om. Lijkt me wel zo handig. Wat is dat? Nee, daar zijn ze ineens. Kijk, kijk, kijk. Je hoort ze gewoon vliegen. Richting de zee. Maar ze komen weer terug. Zwerm. Hoeveel soorten ze dan niet wezen? Zo dan. Gaan ze daar langs. Nou, het is koud. Het is koud. Ah, dat was even mooi. Kijk, 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 kijk. Hou. En weg zijn ze weer. Mooi, hè? Nee. Naar binnen. Zo. Naar binnen, dame. Rijker die blijft buiten. Oh. Ook toch binnenkomen? Kom dan. Kom dan. Kom je niet? Nou, ik vind het koud. Ik wil niet ziek worden. Moet je gelijk weer hoesten ook. Ja, maar ik vond het eventjes mooi. Nou ja, zoals jullie zien, ik heb al een heleboel ballen eruit, wat ik al zei. Ik moet dat gedeelte nog doen. Het begint op te schieten. Dus ja, ik hoop dat die boom die komt vanavond gewoon nog weg. Simpel zat. En als die weg is, laat ik jullie wel weer zien. Ik zou zeggen, tot dan! Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien is de kerstboom weg. Ik moet enkel het raam nog doen, dan morgen nog een dag. En ik moet dat nog allemaal weghalen. Ja, dat allemaal nog. Die slingerboel weg. De verlichting blijft hangen tot het andere jaar weer. De televisie moet er bovenop liggen. De takken moeten nog weg. Hier hangt nog van alles. Moet allemaal weg. Ja. En dat moet ook allemaal weg. In de keuken hangt nog een tegendraam aan. Ja, nog een hoop te doen, zoals jullie zien. Ja. Yeah. Dus morgen nog een dag en volgen er nog meer. Ja. Dus ik laat het zo eventjes. Ik doe vanavond niks meer. Ik zou hier wel dat raam nog doen, maar ik ben zat. Ik ben net beu en ik ben moe. Ja. En de honden die zijn weer aan het gek doen. Hé, hey, Jono? Ja, hé. Hey. En wat zeggen we dan? Een hele fijne, liefdevolle avond. Wij gaan genieten. Hé, stelletje deugnieten. Ja. En voor later op de avond zeggen we dan, welterusten, slaap lekker. En morgen gezond weer op.
Ik zou zeggen, tot dan!